En nou, dat hij doorgaat met voor jullie te vechten, dat vragen van de mensen. En dat moet voldoende zijn. Wij vragen het ze. Wij eisen het. Waaruit onze krachten bestaan, bij honger en bij eten, voorwaarts en nooit vergeten, de solidariteit. Mijn vader heeft natuurlijk een enorme impact gehad in de Nederlandse politiek, de Nederlandse samenleving in een hele lange periode. En dat wist je niet zomaar weg. Hè. Dat blijft bij veel mensen hangen. Mijn vader bedreef politiek. Dat was trouwens geen ambacht. Daar was hij eigenlijk heel erg tegen, om het zo te noemen. Hij wou ook eigenlijk geen politicus genoemd worden. Ik heb wel eens over gesproken met hem. Wat heb je nou in je paspoort gezet? Daar heeft hij heel lang journalist laten staan. Want hij vond politicus eigenlijk niet een vak. Hij vond het toch meer een roeping, een gedrevenheid waarvoor je koos. Een taak, een opdracht. Die boodschap, je moet ons op 25 mei daar neerzetten. En zorg er dan ook voor. Joop den Uyl, jarenlang het gezicht van de PvdA. Geliefd en gehaat, maar ook vader van 7 kinderen. 10 jaar na zijn overlijden praten 2 van die kinderen, Saskia en Xander. Of Joop den Uyl, natuurlijk als politicus, maar vooral als hun vader. Voor mij was mijn vader eerst mijn vader, dan de hele tijd niks. En dan de politicus. En ook als ik dagelijks met de politiek bezig ben, dan is toch waar ik, als ik aan hem denk, het eerste aan hem denk, is zijn rol als vader en de man van wie ik hield. En waar ik een nauwe band mee had, ja. Hij hechtte erg aan het contact met ons, met zijn kinderen, met ons praten. Mijn vader had een haarscherp door hoe het met je ging. Wat je dacht en hoe je voelde. En dat is, had echt een uniek vermogen om dat te doorzien. Mijn vader had hele aardige ogen. Die een wereld vertelde. Ik heb eigenlijk nooit mijn vader dat hij niet door had hoe het zat. Hè, met je. En dat was op zich goed. Dat was natuurlijk ook wel eens lastig. Hoezo? Nou ja, kijk. Soms dan wil je dat allemaal ook niet weten ook natuurlijk. Hè, iedereen heeft wel eens een tijd dat hij dan denkt van laat maar even zitten. En daar zat ook wel iets bij van, ja, dat normerende, hè? Het gevoel van dat je iets moet. En dat drukte af en toe wel op je, in ieder geval op mij. We hadden een heel breed span van mogelijkheden waarin je je kon ontwikkelen. Ik bedoel, daar lagen weinig grenzen. Als je het maar wel deed en als je er ook maar moeite voor deed. En we hebben wel eens tegen elkaar gezegd van, waarom moeten we nou zo nodig? Van wie moet dat nou? Nou, van onszelf. En we hebben het alle 7. En toch niet ook heel stiekem in je hoofd van, ook van mijn vader? Nee. Maar toch, vrijwel alle kinderen voelen zich, net als hun vader, aangetrokken tot de sociaaldemocratie. Xander is vakbondsbestuurder bij de Afvacabo en lid van de Partij van de Arbeid. Saskia was jarenlang directeur van de sociale dienst in Leiden en is nu Kamerlid voor de PvdA. Beiden kozen voor een beroep waarin de stem van hun vader wel door moest klinken. Lijkt u op je vader? Ik heb het gevoel van wel. In een aantal opzichten. Als kind van je vader, ja, lijkt je op je vader, ja. Ik vind zelf uiterlijk een beetje. Daar wordt verschillend over gedacht. En een aantal dingen, ja, daarvan denk ik, ja, dat heb ik ook wel van mijn vader geleerd. Ook. Dus ja. Heeft u wel eens het gevoel dat hij in uw werk, dat uw vader op wijze van spreken over uw schouders meekijkt? Dat u hem... Nou, toen mijn vader nog leefde, toen had ik wel de neiging om over zaken, ja, toch eens met hem te praten, discussiëren. En soms botste dat ook een beetje. Maar nu...
Nee, absoluut niet. Het is wel natuurlijk, ja, dat je, op het moment dat je vader dood is, is het hartstikke jammer dat hij sommige dingen nooit heeft kunnen zien, heeft kunnen meemaken. Mijn kinderen, tenminste mijn jongste kind. En, ook, ja, in een zekere zin, tussen aanhalingstekens mijn carrière, hè, dat vind ik jammer dat hij dat nooit heeft kunnen zien. Maar niet dat ik het gevoel heb van, hij kijkt over mijn schouders mee of zo. Nee, ik wist van tevoren dat als ik naar de kamer zou gaan, er een heleboel mensen zouden zijn die, zeg maar, mij niet zo erg zouden staan, maar meer door de bril keken van, dat is een kind van haar vader. En dat is gewoon zo. En daar doe ik niks aan, daar verander ik ook niks aan. Ik weet alleen dat naarmate mensen mij beter kennen of meer met me te maken hebben, dat beeld wat verschuift en mensen meer zien wie ik ben, waar ik voor sta, wat ik wel kan, wat ik niet kan. Ik ben mijn vader niet, dat kan ik ook niet zijn. Dat ambieer ik ook niet. Maar er werd wel zo naar u gekeken toen u 3 jaar geleden de Kamer binnenstapte. Zo zijn mensen. Was u voor sommigen die directeur van de sociale dienst uit Leiden? Ja. Maar voor de meeste mensen toch de dochter van Joop de Nijl. Zeker. En voor sommigen is dat nog zo. Nou, dat is iets om trots op te zijn. Maar het is niet iets wat mijn dagelijks handelen dicteert. Wij geloven in de droom van die andere samenleving. En die droom zal nooit sterven. Opa Joop. Nou, kijk, mijn oudste twee, die... Nee, dat moet ik niet zeggen. Mijn oudste, die heeft hem nog wel een beetje gekend. En die hebben natuurlijk in de loop der jaren... Ja, toch een bepaald beeld van hun grootvader. Dat is natuurlijk... Mijn eigen grootvader van mijn vaders kant, die was al lang overleden. Voordat ik geboren werd, het enige wat ik daarvan weet is een foto en een paar verhalen van mijn eigen vader. En ik heb het idee dat zij een meer en een iets duidelijker beeld van hun grootvader krijgen. Wat ik wel opvallend vond, was... Er is zo'n cd'tje uit de jaren 70 met Van de Achterwiegel en mijn vader. En dat had ik net gehad. En dan zegt mijn tweede zoon, die zegt dan... Goh, ik had nog nooit de stem van opa Joop gehoord. Dan denk ik, ja, god, dat is waar. Dat is, raar is dat, hè? Ja. Ja. Deze minister-president kan niet luisteren. Hij heeft gelijk en niemand anders. Als je zo de kranten leest, de boeken, hè, dan had hij dominante ouders. Tenminste, naar buiten toe waren ze dominant. Was dat thuis ook zo? Ja, in die zin waren ze ook dominant, dat ze sterke opvatting hadden. Mijn vader heel sterk, mijn moeder ook. En kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat bijvoorbeeld... Wat mijn broers en zusters ook hebben, is een hele sterke drive om... Ja, je moet je inzetten. Hè? Je mag niet achterover hangen en niet rustig zitten. Ja, je mag wel eens wat rust nemen, maar toch ook... Je moet een doel stellen of vinden en dan moet je dan aan werken. Dat kan je niet laten hangen. En dat hebben wij sterk van mijn ouders gekregen. Voorwaarts en niet vergeten... Waaruit onze krachten bestaan, bij honger en bij eten, voorwaarts en nooit vergeten, de solidariteit. Ik wil alle succes, Peter. Prachtig voorzitterschap. Als uw vader nu geleefd zou hebben, hoe zou hij nou aangekeken hebben tegen dit kabinet? Hoe zou hij aangekeken hebben tegen iemand als Kok? Nu. Nou, ik weet in ieder geval, daar ben ik absoluut van overtuigd, dat mijn vader, als hij nog geleefd had, heel trots zou zijn, hè, op dit kabinet. Echt waar? Ja, absoluut. Want het is natuurlijk toch een prestatie van de eerste orde geweest. Die samenwerking met de VVD had hij wel 2 keer moeten slikken. Maar ergens had hij het ook wel mooi gevonden. Want hij heeft met, als het gaat om de samenwerking met de CDA, natuurlijk ook hier en daar aardige tikken opgelopen. Dus ik denk niet dat hij er echt heel erg tegen zou zijn geweest. Ik denk dat mijn vader vooral ook een realist was. En overtuigingen had, maar toch ook oplossingen zocht. En zich altijd heeft gerealiseerd dat je in ieder geval in dit land alleen vooruit komt met compromissen sluiten. En het Paars kabinet is natuurlijk ook een combinatie van compromissen sluiten. En daar had hij, denk ik, vandaag de dag, had hij dat in een soortgelijke situatie ook gedaan. Ik vind dat de politiek als handwerk
terecht weg te zakken onder het modieuze gevoel van ik doe de ene dag is dit en de andere dag is dat. Hè. Een verbintenis met de politiek is naar mijn smaak in beginsel altijd een verbintenis voor het leven. Op kerstavond, nu 10 jaar geleden, overleed Joop den Uyl. Een van de laatste bevlogen politici uit een tijd waarin links en rechts nog lijnrecht tegenover elkaar stonden. Paars was toen nog geen kleur. Romantici zeggen dat met Joop den Uyl de laatste echte socialist is heen gegaan. Die laatste periode toen hij ziek was en we hebben hem met de kinderen en mijn moeder samen verpleegd. En ja, dat was 24 uur per dag. Hij kon ook niet meer slapen door kanker die in zijn hoofd zat. Dus dat was heel intensief. En ja, dan ben je zo verbonden. Het was wel heel zwaar, maar het had een intensiteit van de dingen waar je ook over sprak en soms waar je boos over was. Die echt heel veel gegeven heeft ook. En ja, dat blijft ook overeind. Het is lang niet altijd zo dat je zulke nauwe banden met iemand hebt tot het laatst toe. Dus dat koester je.